बुद्धि लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। Dames en luisteraars, van harte goedemorgen en welkom tot deze zaterdagsaflevering van gisteren, vandaag en morgen. Rashid Pirkans, Kalajorkel. Dit is de aflevering voor zaterdag 16 juli 2022. Kalajorkel is te beluisteren via de RBN radiofrequenties en is vandaag te zien via Rapar Broadcasting Network, kanaal 5.2. Mijn naam is Farid Pirkan en ik presenteer u deze uitzending gisteren, vandaag en morgen en zeg tegen u allemaal assalamu alaikum. Deze uitzending van vandaag, waarnaar u nu kijkt en mogelijk ook naar luistert, is niet live. Het is een pre-recorded uitzending. Dat betekent dat het eerder is opgenomen. Vandaag in deze uitzending, in het eerste gedeelte, heb ik een interview uit het archief van Radio en TV Apinti uit het jaar 2003. Een interview die destijds is opgenomen in hun uitzending To The Point. Het is een interview die werd afgenomen met de heren Rashid Pirkan en de heer Subhas Mungra in en rond de periode van de invasie van het land Irak. De heer Rashid Pirkan, waarvan u die in beeld zult zien, is eveneens toen de presentator van Kalajorkel en de directeur van RBN. De heer Subhas Mungra is ex-minister van Buitenlandse Zaken van ons land geweest, ex-minister van Financiën geweest, ex-ambassadeur van Suriname bij de United Nations en ook nog ex-ambassadeur van Suriname in Washington. Een zeer ervaren persoon en een zeer ervaren diplomaat. Mijn advies aan u, wanneer u gaat kijken en luisteren naar deze uitzending, die is opgenomen en uitgezonden in het jaar 2003, want we leven nu in 2022, is mijn advies, verplaatst u uw gedachten in de tijd toen het interview uitgezonden werd. En mijn vervolgadvies, wanneer u het hebt gezien, neemt u de zaken mee die nog mogelijk actueel ook nog zijn in 2022. Wat intussen wel bekend is, is dat deze oorlogen die gevoerd zijn en nog steeds worden gevoerd in landen als Irak, Afghanistan, in en rond de grens met Pakistan, we zien nu de invasie van Oekraïne, we zien toen destijds de vernietiging van het land Libië, deze hebben biljoenen gekost. En voornamelijk in het land Irak zijn er alleen in de eerste fase, in de periode, zijn er 500.000 mensen omgekomen. 500.000 mensen zijn omgekomen en dat waren cijfers van 2018. De cijfers die men u niet heeft weergeven, is hoeveel vrouwen, hun mannen, niet zijn omgekomen door deze invasie toen in Irak. Hoeveel vrouwen zijn geen weduwe geworden? Hoeveel vrouwen zijn zonder inkomen te zitten, omdat de bron van inkomsten, de man die toevallig mogelijk de bron van inkomsten is geweest, is omgekomen in die zogenaamde invasie en de war and terror in Irak. Hoeveel kinderen zijn mogelijk niet verwond geraakt in deze invasie? Hoeveel kinderen zijn zonder een vader of moeder komen te zitten? Die cijfers heeft men niet gepubliceerd of ook heel onduidelijk gebracht. Hoeveel mensen zijn niet verwond geraakt? Hoeveel mensen zijn niet lichamelijk verwond geraakt? Die lichamelijke, blijvende lichamelijke letsel hebben, die nooit meer normale arbeid kunnen verrichten. Hoeveel gebouwen, historische gebouwen, hebben zij niet vernietigd? Hoeveel miljoenen en miljarden infrastructuur van de land hebben ze niet vernietigd? Een totale ravage destijds. Maar dit is het interview uit 2003. En het is mogelijk, het zijn wat actuele zaken die destijds zijn daar gezegd, nog steeds actueel. Dus moet u uw mind even gaan opsplitsen. Wat ik ga horen, welk deel laat ik in 2003? En welk deel neem ik nog even mee? Gaat u meekijken en meeluisteren. Er heerst chaos in Irak. En over het lot van Saddam Hussein is niets bekend. Dames en heren, goedenavond. Welkom
bij To The Point. De oorlog in Irak, die op 19 maart begon, is reeds 26 dagen aan de gang. Het leven van alle dag in dit land is totaal ontwricht. De mensen zijn wanhopig, winkels worden geplunderd, gebrek aan medische zorg en onvoldoende water, elektriciteit en voedsel. Voorstanders vinden de Irak-oorlog op morele gronden rechtvaardig. Tegenstanders immoreel. Is er enige rechtvaardigheid voor oorlogvoering? Uw aandacht voor enkele hoogtepunten rond de oorlog in Irak. Tony Blair kan zich ontzettend boos maken als hem weer eens wordt verweten het schoothondje van president Bush te zijn. Vanaf het begin staat Blair vierkant achter Bush. Terwijl zijn partij hopeloos verdeeld is, het overgrote deel van de Britten geen oorlog wil en de andere Europese leiders afstand van hem nemen, Blair volgt Bush. Even now, I hope Saddam can come to his senses, cooperate fully, and disarm peacefully, as the UN has demanded. But if he does not, if he rejects the peaceful route, then he must be disarmed by force. Blair wil, net als Bush, Saddam op de knieën krijgen. Trots presenteert hij het bewijs tegen Irak in het Britse lagerhuis. In addition, we know Saddam has been trying to buy significant quantities of uranium from Africa, though we do not know whether he has been successful. Het bewijs klopt. Helaas blijkt het oud en door de Britse geheime dienst letterlijk overgenomen uit de studentenonderzoek. Blair is een idealist, een wereldverbeteraar. Maar in tegenstelling tot de vredesdemonstranten is hij van mening dat dat ook met geweld kan. And as you watch your TV pictures of the march, just ponder this. If there are 500,000 on that march, that is still less than the number of people whose deaths Saddam has been responsible for. If there are 1 million, that is still less than the number of people that died in the wars that he started. Op 16 maart gaat Blair voor een laatste overleg met Bush en Aznar naar de Azoren. Zijn conclusie: we are in the final stages. Because after 12 years of failing to disarm him, now is the time when we have to decide. Voor het eerst is een grondoorlog live op televisie te volgen, doordat een aantal tanks is uitgerust met een rechtstreekse videofoonverbinding. Zichtbaar is hoe de 3e Amerikaanse infanteriedivisie met grote snelheid oprukt in de Zuid-Iraakse woestijn. Ook de Iraakse hoofdstad Bagdad lag opnieuw onder vuur. Militaire bronnen melden dat Britse onderzeeërs 20 kruisraketten hebben afgevuurd op commandocentra en op paleizen van Saddam Hussein. Iedereen vraagt zich af waar hij zich verbergt en of er nu ook daadwerkelijk een einde is gekomen aan zijn 24-jarige dictatuur. Kijkt u naar een korte biografie van Saddam. Saddam Hussein. Jarenlang staat op praktisch elke straathoek zijn evenbeeld. Voor de Iraakse bevolking was het lang onbestaanbaar dat de dictator geen centrale rol meer zou spelen in hun leven. Maar nu, na meer dan een kwart eeuw, lijkt dan toch echt een einde te komen aan zijn regime. Overal in Irak koelt de bevolking haar woede op de symbolen van de macht. 65 jaar geleden wordt Saddam geboren in een arm gezin in het plaatsje Tikrit. Al op jonge leeftijd raakt hij betrokken bij de Arabische nationalistische beweging. Hij sluit zich aan bij de Baath-partij, waar zijn ster snel reist. In 1979 slaat Saddam Hussein zijn slag. Hij grijpt de macht waarna een bloedige afrekening met zijn politieke tegenstanders volgt. Tijdens een openbare zitting worden 21 leden van de Baath-partij ervan beschuldigd een complot te willen smeden tegen hem. Ze worden allemaal geëxecuteerd. Een jaar na de coup valt Irak-buurland Iran aan. Saddam zet met steun van het Westen een modern leger op poten. Hij denkt Iran dan ook gemakkelijk te kunnen verslaan. Maar het conflict ontaardt in een slepende loopgravenoorlog waarbij vele honderdduizenden de dood vinden. Op het eind van de oorlog vermoordt hij met chemische wapens ook nog eens duizenden Koerdische burgers in zijn eigen Irak. Na Iran stort Saddam zijn land al snel in een nieuwe oorlog.
Kuwait ditmaal. Irak is economisch uitgemergeld en Saddam heeft zijn oog laten vallen op de olievelden van het rijke oliestaatje. Maar deze keer kan Irak echter niet ongestoord zijn gang gaan. 5 months ago, Saddam Hussein started this cruel war against Kuwait. Tonight, the battle has been joined. Het Iraakse leger wordt verpletterend verslagen door de geallieerde troepen onder leiding van de VS. Het regime van Saddam Hussein wankelt. Maar Bush senior zet niet door. In het noorden en zuiden van Irak breekt een opstand uit tegen Saddam. Deze wordt echter keihard neergeslagen omdat steun van het Westen uitblijft, met honderdduizenden doden tot gevolg. Ook na de oorlog weet Saddam aan de macht te blijven. Ondanks de economische sancties die het land worden opgelegd, de gevolgen daarvan treffen vooral de bevolking. Saddam zelf zorgt ervoor dat de opbrengsten van gesmokkelde olie vooral hemzelf en zijn familie toekomen. Hij laat zijn paleizen herbouwen en baat in wilde. Saddam lijkt zich weinig van het lijden van zijn bevolking aan te trekken. Na de aanslagen van 11 september lijken de dagen van Saddam geteld. Er is geen bewijs gevonden voor een connectie tussen Bin Laden en Saddam. Maar Bush junior grijpt de aanslagen aan om met de Iraakse leider af te rekenen. 3 weken geleden volgt de aanval. In zijn laatste speech lijkt Saddam nog niet echt te beseffen dat het einde nadert. Tot nu toe is het onduidelijk waar de Iraakse leider zich bevindt. Maar de bevolking heeft inmiddels de angst voor de dictator afgeschud. محمد سعيد الصحاف هو بدون شك النجم الإعلامي الأبرز لهذه الحرب يتحمل وحده معركتها الإعلامية يحضر الصحاف دائما حيث يجب ليخوض الحرب الإعلامية الشرسة انطلاقا من جبهته وبعد اعتلاء صدام حسين السلطة بقليل عين وكيلا لوزارة الخارجية وكان من مهامه الأساسية جلب التأييد الدولي لبلاده في حربها ضد إيران ومن موقعه الجديد رافق الصحاف زائرا لبغداد غير عادي اسمه دونالد رامسفيلد ومن المفارقات أن يكون الرجلان اليوم هما أبرز وجوه الصراع الدائري بين البلدين في سنة 1992 عيز ولم يكن يتردد في سب بعض كبار الموظفين الدوليين ولم يكن الصحاف ليجد عالمه الواسع إلا في الإعلام وهكذا عاد من جديد إلى الوزارة ليتولى سياستها في أحلك أيامه المهنية ليكذب بيانات الجنرالات الأمريكيين في قطر أو لينعت القوات الأمريكية والبريطانية بكلمات تزعج كثيرا الذين ينقلونها من العربية. De regering Bush heeft de oud-generaal Jay Garner aangewezen om dat tijdelijke Amerikaanse bestuur te leiden na de oorlog. Wie is die Jay Garner? Het is een luitenant-generaal van origine. Ik vond hem wel buitengewoon ontspannen en zeer toegankelijk ook. Altijd in voor een grapje. Het is dus een generaal die nu een politicus wordt. En tussendoor ook nog even een carrière in het zakenleven had in de wapenindustrie. Jay Garner, een man met 2 gezichten. Hij is havik, militair en goede vriend van defensieminister Donald Rumsfeld. Maar ook de man van de eerste grote humanitaire operatie in Irak. Vlak na de Eerste Golfoorlog in 1991 leidde hij operatie Provide Comfort, die Noord-Irak tot een veilige zone maakte voor de Koerden. Voormalig kolonel Kees van Egmond werkte destijds intensief met Garner samen. Zijn hoofdkwartier was in Silopi, dat is in Turkije, net over de grens van Irak. En op de een of andere manier heeft hij toen begrepen dat dat signaal wat daarvan uitging niet het meest stimulerende was in de richting van de terugkerende Koerden. Dus hij heeft na verloop van tijd heeft hij zijn hoofdkwartier verplaatst naar Dahuk. Puur alleen om een signaal af te geven van kijk, als ik hier kan zitten, dan kunnen jullie ook terugkomen. Hij is op de schouders eigenlijk weggedragen aan het eind van zijn termijn door de Koerden. Ze juichten hem toe. Dus een man die wel wat dat betreft een behoorlijk imago heeft opgebouwd.
Toen ik zijn naam voor de eerste keer hoorde, dacht ik van nou, dat is een... ik vind dat in ieder geval een verstandige keuze. In de zin van de man die de omstandigheden kent, die de problematiek van de Irakezen kent, die de omgeving kent, die een soortgelijk proces, zij het op kleinere schaal, in het begin heeft gedaan. Ja, ik denk dat, dat het een van de betere keuzes is, ja. Wat zijn de voortekenen voor het bewind van Jay Garner? Er is toch wel wat kritiek op hem, met name op ja, dan toch zijn eerste politieke uitspraken. Hij heeft gezegd, eigenlijk onlangs nog, dat de Israëlische regering de intifada van de Palestijnse bevolking toch eigenlijk heel goed heeft aangepakt. Als je nou weet hoe gecompliceerd natuurlijk de situatie op de grond is, hè, in het Midden-Oosten, dan is dat nou niet zo'n hele goede binnenkomer voor zo'n nieuwe politicus, want daar praten we dan toch over, hè, die Irak moet gaan leiden. Ik hoop dat hij ook veel wijzer nog en veel ervarener is geworden. Want het is denk ik geen vergelijk met de situatie die we in Noord-Irak aantroffen. Dit is een landsbestuur, hier zijn de groeperingen nog veel gevarieerder. De omvang van het gebied is vele malen groter. Kortom, ik denk dat, dat het hooguit een interessante trainingswedstrijd geweest is die hij in 91 heeft gerund. Dit is de man die vooral zijn specialisme had in zeg maar, de hele moderne technieken, lasergestuurde bommen, dat soort spul. En ja, dat is dan toch wat vreemd, dat eigenlijk de man die ervoor gezorgd heeft dat de bombardementen zo precies mogelijk konden verlopen, hè, op Irak, dat juist die man dan nu het burgerlijk bestuur gaat leiden. Ja, dat is toch wat paradoxaal. Jay Garner, het kan nog lastig voor hem worden om het Iraakse volk voor zich te winnen. Maar de Amerikanen blijven ervan overtuigd dat het allemaal goed komt als ze in Irak eenmaal van een democratie hebben geproefd. Zullen de toegezegde mensenrechten voor het volk van Irak op korte termijn een feit zijn? Na de oorlog in Irak, hoe verder, is het thema dat centraal staat in ons vraaggesprek. We hebben te gast Doctorandus Subhas Mungra. De heer Mungra is econoom, ex-ambassadeur bij de VN. Verder is de heer Mungra voormalig minister van Financiën en Buitenlandse Zaken. De heer Mungra is thans docent aan de Adon de Kom Universiteit van Suriname. Verder praten wij vanavond met de heer Rashid Pirkan. De heer Pirkan is voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging en directeur van RAPAR en RBN, dus de televisie van de heer Pirkan. Ik heet welkom bij de heren in ons programma. Meneer Mungra, om te beginnen, eerst onze dank voor aan u beiden voor het feit dat u medewerking verleent aan dit vraaggesprek. Meneer Mungra, we hebben de beelden net gezien. Wij zeiden het is chaos in Irak. U bent ex-minister, zeiden we, van Buitenlandse Zaken en ambassadeur vooral bij de VN geweest. Is de situatie in Irak, of ruimer genomen, in het Midden-Oosten, is u niet onbekend? Plunderingen, zeiden wij, en andere berovingen en ontvoeringen zijn aan de orde van de dag op dit moment. Het gaat bij de oorlog, volgens critici, om een combinatie van macht en belangen. Dat heeft u ook gezien tijdens de beelden die u toonde. De coalitiestrijdkrachten verwachten spoedig een tijd van vrede en voorspoed voor Irak, meer voor het volk van Irak. De wederopbouw, daarover zijn de meningen nogal sterk verdeeld. Voorstanders van de oorlog vinden dat de oorlog op morele gronden wordt gevoerd. Tegenstanders zeggen daarentegen, de oorlog is immoreel. Rusland, we hebben de vorige week met de Mungra in Sint-Petersburg in Rusland de drie presidenten gehad van drie zo grote mogendheden, zijn de heer Poetin, Chirac en de heer Gerhard Schröder van Duitsland. Ze hebben elk hun mening. Rusland zegt ja, de VN dient een hoofdrol te spelen bij de wederopbouw. Duitsland is het ook daarmee eens. En volgens mediaberichten
zegt Poetin, ja, het omverwerpen van de leiding van Irak niet erg te vinden. Maar, zegt hij, er is wel de oorlog in Irak, het internationaal recht en concept van soevereiniteit heeft ondermijnd. Aan u de volgende drie vragen, meneer Moongra. Wie heeft volgens u het gelijk aan zijn zijde? En welke rol denken Frankrijk, Duitsland en Rusland in Irak te vervullen nadat het Saddam Hussein, het regime van Saddam Hussein is ten val is gebracht? Het tijdperk van Saddam is dus voorbij. Wat is uw mening omtrent deze ontwikkelingen? Om met het eerste te beginnen, ik denk dat uw vraag of oorlog moreel of immoreel is, terstond kan worden beantwoord. Er is geen enkel argument dat oorlog kan rechtvaardigen. We hebben genoeg oorlogen gehad, 4000 jaren. En eigenlijk zeggen wij, al vanaf het midden van de 20e eeuw, met de oprichting van de VN, dat wij niet meer willen dat conflicten worden opgelost middels geweld, middels wapens, middels militaire macht. We hebben genoeg oorlogen geweest, de mensen in de afgelopen 4000 jaar. Van Genghis Khan tot Kublai Khan, van de Grieken en de Romeinen, Julius Caesar, tot Alexander de Grote, van de Europese kolonisatoren, van Hitler en Japan, met de machtsdrift van de British Empire en Amerikaans imperialisme, totdat er een Mahatma Gandhi opstond en die zegt, we gaan het pad van niet geweld. En mensen als Martin Luther King invloed begonnen te krijgen en Mandela om langs geweldloze weg toch conflicten op te lossen. Dat speelt niet alleen tussen landen, maar ook op individueel niveau. Waarom zou je grijpen naar een kapmes, naar een pistool, om conflicten op te lossen? Ja. Individueel, maar ook nazi's. En dat is wat we bevrijd van wilden worden. Als modern denkende mensen, ontwikkelde mensen in de 21ste eeuw, tweede helft van de 20ste eeuw. Dus oorlog is altijd immoreel. En gelukkig zijn we allemaal tegen oorlog. Dat zeggen we, dat zegt iedereen. Er is nooit rechtvaardiging. Maar net zo makkelijk als het is gezegd, we zijn tegen oorlog, net zo moeilijk is om dan conflicten op te lossen langs niet gewapende methoden. Dus via overleg. En daar begint het probleem eigenlijk, dat vaak men toch grijpt op het laatste moment naar geweld en naar wapens. Uw tweede vraag, van wat is dan de rol van de VN? Ik denk dat we goed in de gaten moeten hebben dat we met een zeer ernstig probleem te maken hebben. Het is buiten de VN genomen. Dus. Ja, dat men voor het eerst buiten de Verenigde Naties om een ander land aanvalt. Ja, ongeacht wat de motieven ook mag zijn, maar daarmee is dat internationaal systeem, die wereldorde waarbij we hadden afgesproken in 1947 toen de VN het opgericht, dat we alle problemen gaan oplossen via overleg. Ja, dat staat, het is goed dat we misschien dat even aangeven. Ja. In de Bijbel, de statuten van de VN, staat bijvoorbeeld in artikel 2 lid 3. All members shall settle their international dispute by peaceful means, in such a manner that international peace and security and justice are not endangered. Dus wat ook het conflict is, de bedreiging is, u moet ons niet terugbrengen 4000 jaar terug, naar de tijd van Genghis Khan of whatever. Peaceful manier. En verder staat in artikel 4, all members of the United Nations shall refrain in the international relation from the threat or the use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Dus niemand moet proberen via geweld zijn mening en zijn gezag te drukken. Waarom heeft de VN dit gezegd? Omdat, kijk naar de kleine landen. Waar zouden wij moeten gaan als Guyana ons plotseling binnenviel? Of als Brazilië vindt, ach, Suriname met een legertje van 3000 mannen, wij hebben 1 miljoen, is chicken feed. Waar moeten we gaan? Daar de belangrijke rol van de VN. Alleen de VN zou ons nog kunnen helpen. We kunnen dan snel naar de Veiligheidsraad en zeggen we,
Er is een dreiging, Brazilië wil ons aanvallen. En de VN kan Brazilië wel tot de orde roepen. Maar wanneer we allemaal op ons eigen houtje beginnen, dus dat is dat gevaar. De VN is in haar grondvesten aangetast. Ja, men is buiten de spelregels gegaan. En dat is bijzonder jammer. En dat is een zeer, zeer groot probleem. Het is ook misschien goed om aan te geven, omdat nu het probleem waarvoor we staan, kan de wereld bestaan zonder een VN? Is de vraag dus. Ja, dat is de vraag. En ik zeg nee. Als dit het einde zou moeten betekenen van de VN, omdat één lidland meent dat hij militair of economisch machtig genoeg is om als alleenheerser op te treden in de wereld, om even orde op zaken te gaan stellen in de wereld, die rol heeft geen enkel land. Die rol heeft alleen de VN. Dus de Verenigde Naties zeggen wij daarom, hij is het gezag van de wereld. Hij is de wereldautoriteit. Ja, al heeft hij geen wapens, de VN, tenzij de veiligheidsraad dat goedkeurt, mogen ze wel ingrijpen zoals ze gaan bij Haiti en andere landen. Dat Kosovo. Kosovo. Ja. Even voor Kosovo. Daar hebben de NATO heeft ingegrepen, ook buiten de VN, omdat er genocide plaatsvond tegen de moslims. Die moslims werden massaal vermoord door de Serviërs. Toen hebben de Europeanen gezegd, ik ga niet wachten op de VN ook, ik moet iets doen. Ja, dus daar was al een overtreding, maar we hebben het allemaal goedgekeurd, want Kofi Annan begon met die discussie toen in Rwanda 500.000 Afrikanen zijn vermoord en iedereen bleef zitten en kijken, want ze zeggen ja, maar het is territoriale integriteit, het is soevereiniteit, we mogen niet komen aan de onafhankelijkheid van het land. En 500.000 mensen gaan even dood door een stammenoorlog. Ja. Kofi Annan zegt nee, dan lezen we dat artikel verkeerd. Wanneer er grootschalige moord plaatsvindt, genocide, dan kan de VN niet zitten en zeggen ja, maar Rwanda heeft nog geen klacht ingediend en we moeten de onafhankelijkheid respecteren. En we zien ook 1000 mensen gaan dood in Congo. Zijn die dan plotseling niet onze broeders en zusters? Alleen die mensen in Kosovo of in Irak, die zijn ook onze broeders en zusters. Maar niemand zegt iets. Er is weer een stammenoorlog daar. En in de VN is nu gaan ingrijpen. En ook daar heeft Oeganda het land binnengevallen. Hè? Hetzelfde geval. Dus we moeten die principes hoog houden van de VN. En nogmaals, de VN is de enige, wat ze in het Engels noemen, de neutral broker. De neutrale, onafhankelijke, de katalysator. Ja. De VN komt niet voor het belang van een politieke partij, of van een politieke groep, of van een etnische groep, of van een bedrijfsleven, of van een bondsgroep. De VN heeft dat niet. De VN, de andere naam van de VN is We the People of the World. En zo begint ook de preambule van de VN, We the People of the United Nations, enzovoorts, beloven plechtig dit en dit te zullen doen. En het is goed dat de wereld wordt herinnerd wat we zo plechtig hebben beloofd. Want het is een waarheid dat het makkelijker is om naar principes te streven. Allemaal hebben we dat in ons dagelijks leven. Maar om naar principes te leven is een heel andere zaak. Dan vergeten we het. En wat hebben we elkaar beloofd in de wereld? Inclusief Amerika, Irak, iedereen die betrokken is. We hebben gezegd, we gaan geen oorlogen meer hebben. 1-2 wereldoorlog hebben we gehad. En zoals je zei, al 4000 jaar zijn we barbaar of zijn we ontwikkelde mensen. Waarvoor hebben we een stukje hersenen tussen onze beide oren? We gaan problemen vreedzaam oplossen. En we hebben elkaar beloofd, toen de VN werd opgericht, dat to prevent, to save succeeding generations from the scores of war. Dus dat nooit meer burgers slachtoffer mogen zijn, omdat men meent via geweld ga je problemen oplossen. Of het nou een messentrekker is, iemand die met de kapmes loopt, we willen law and order, we willen oplossing van conflicten. En het tweede wat we hebben beloofd is dat we de fundamentele rechten en vrijheden en de waardigheid van de mens, mannen en vrouwen, gaan respecteren, of de dignity of the human person. En equal rights for men and women. Hebben we ons rechten. Al 53 jaar beloofd. En derde hebben we beloofd to establish condition under which justice and respect for the obligation arising from the treaties and other source of international law can be maintained. En we hebben gezegd, tot slot, wat hebben we gezegd, hoe gaan we dat doen? We hebben gezegd, to ensure by the acceptance of the principles and the institution of matter that armed force shall not be used
safe in the common interest. Dus we hebben ons beloofd bij die Bijbel van de VN dat we geen wapengeweld. En nu gebeurt het. Ja, dus dat is een gevaarlijk zaak. Wat moet je iemand zeggen, meneer Mongra, die Amerikaanse eagle is losgebroken. He went astray. Yeah. Dus we moeten, Amerika moet tot orde worden gebracht. We hebben het gesteld. Terug naar de VN. Zeker, we hebben het gesteld voordat we naar meneer Pirkan overgaan in ons voorwoord dat deze oorlog door critici beschouwd wordt als een oorlog voor macht en belangen. Belangen, het punt van belangen speelt op dit moment ook, want in Sint-Petersburg zijn de drie mogendheden bij elkaar gekomen. De heer Poetin, ja, hij verwelkomt eigenlijk het omverwerpen van het regime van de heer Saddam Hussein. Maar, zegt hij, de soevereiniteit is ondermijnd. Ja, hij heeft daar maar achter geplaatst. Hoe ziet u het belangenconflict, of tenminste het belangenaspect in deze oorlog? Nou, heel kort, ik denk, we moeten allemaal realistisch blijven. Er spelen economische belangen evenzeer als politieke belangen. Ja. Het politieke belang voor deze groep van drie landen is dat zij niet willen dat Amerika het alleen politiek, even politieagent van de wereld gaat spelen. Want toen die Tweede Wereldoorlog was afgelopen, hebben wat ze noemen de Big Five, Amerika, Engeland, Frankrijk, China. En Rusland, die waren de veroveraars, die hadden Duitsland verpletterende nederlaag. En deze vijf overwinnaars hebben zich gebombardeerd tot de permanente leden van de Veiligheidsraad. Dus zij gaan oorlog en conflicten in de wereld oplossen. Nu gaat eentje eruit stappen en die zegt, ik heb jullie nodig, ik ga het zelf doen. Ja. Dus ze willen eerst maar Amerika politiek terugbrengen naar de VN, naar die Veiligheidsraad. En dat is goed voor de wereld, dus politiek. Maar ze hebben belangen, want we horen meneer president Poetin zeggen, ja, maar ik heb een $8 miljoen schuld daar. Wat gebeurt er? Ik wil niet gaan dealen met die Amerikanen. Ik deal liever dan met Saddam nog. Of Rusland zegt, ik heb lopende contracten. Ja. Frankrijk en België en Duitsland zeggen, die Amerikanen gaan ons discrimineren, want mijn bedrijfsleven gaat geen orders krijgen. Dus ze spelen economische belangen duidelijk op de achtergrond. De landen staan in de rij dus. Dus ze staan in de rij. Ja. En die ene slim is natuurlijk Nederland. Hè. Die heeft nog de compliment, komen we straks op terug. Ja. Dus er spelen economische en politieke belangen om kort te zijn, dus op uw vraag. Meneer Pirkan, ja, nogmaals welkom, ook nogmaals dank. U heeft gehoord, de heer Mongra heeft zijn visie gegeven omtrent de oorlog in Irak. We hebben net gesteld, in feite aan informatie ontbreekt het u niet. Want zoals we net aangekondigd hebben, u bent directeur van Rapar, directeur van RBN Televisie en u bent ook de hoofdredacteur of voor de redactie van een bekende krant in ons land. U bent zonder meer de mediamagnaat. Het enige wat ik u wil vragen, heeft u ook zo'n grote luisterdichtheid en kijkdichtheid als Apinti? Ik zou willen verwijzen naar het verslag van de Universiteit van Suriname en wij spannen de kroon. Oh, dus u ziet lees het maar. Van de kroon op dat stuk. Goed, maar blij dat u dus de gelegenheid heeft aangegrepen om vanavond hier te zijn. Wij willen met u een aantal zaken, meneer Pirkan, benaderen. U bent voorzitter van de Surinaamse Islamitische Vereniging, dat is een moslimorganisatie. Uit hoeveel organisaties bestaat de moslimgemeenschap in ons land, meneer Pirkan? Over het algemeen in Suriname? Ja, in ons land. Dat is een schatting hoor, men weet het niet precies. En ik geloof toch wel dat die volkstelling straks een beetje duidelijkheid erin zal brengen. Maar men schat het zo ongeveer op 20% van de bevolking bestaat. Dat zijn de leden dus? Ja. Nou, niet de leden. Maar het zijn dus verschillende organisaties, zijn overkoepelende lichamen. Ja. Waarvan de SCV 1 is, je hebt de SMA, je hebt de Majlis, je hebt de SIS, noem maar op. Zijn organisaties. Hoe lang bent u al voorzitter van de SCV? Nog niet gepensioneerd, 18 jaar. Mooie tijd. Meneer Pirkan, volgens mediaberichten zien moslims de aanval op Irak als een aanval op de mensheid in het bijzonder. Verder is men binnen die moslimwereld van oordeel dat Irak, de Irak-oorlog, een einde zou moeten maken aan een instituut als de VN. U heeft een visie omtrent deze twee opvattingen. Wat is uw visie hieromtrent? Die vragen zijn nogal een beetje moeilijk geformuleerd. We willen toch een beetje terugkrabbelen in de geschiedenis. Ja. Om te kijken waarom deze vragen ontstaan. Zo. Ja.
wat denkt dus de moslimgemeenschap voor het algemeen? Om kort te zijn, de oorlog in Irak momenteel. Je hebt bondgenoten van Amerika, ja, die momenteel hun ja-woord hebben gegeven aan de grote baas, als we het zo mogen noemen. En dan noemen we namen als Saudi-Arabië, de Emiraten, Kuwait, Bahrein, al deze landen. Ja. Maar dan moeten we niet vergeten dat deze oorlog wordt gevoerd op basis van om een democratie, een zogenaamde democratie te herstellen. Dat is dus één. En wat dus miljoenen keren, misschien duizenden keren op CNN is geweest en de bladen en zelfs meneer Bush en meneer Blair snel in hun mond hebben. En dat is dus die biological and chemical weapons for mass destruction. Het is wel spijtig dat dat de reden is geweest om tot deze oorlogverklaring te komen, om dit land aan te vallen. Maar wat niet bewezen is tot heden, dat Irak deze wapens heeft. Men heeft wel een aantal zaken gevonden die duiden dat er toch goed chemische wapens aanwezig zijn. Er waren inspecteurs, de VN, ja? De VN heeft inspecteurs aangewezen, de landen, die dan deze zaak moesten onderzoeken. Ze hebben de mensen geen tijd gegund, laat me het zo stellen. Men ging praten, men ging gewoon tijd winnen eigenlijk om hun leger en materieel eigenlijk in stelling te brengen. Want met 300.000 man een land binnen te vallen, heb je tijd nodig om zo'n leger en alle materiële in stelling te brengen. Dus dit is eigenlijk een soort van psychologische oorlog geweest in beginfase. Maar het is wel duidelijk dat Amerika geen ander idee heeft gehad dan om dit land aan te vallen. Het is altijd duidelijk geweest. En niemand die de kenner is van het wereldgebeuren heeft enigszins twijfel gehad dat Amerika dit land niet gaat aanvallen. En wat de moslimgemeenschap aangaat, ja, dan wil ik weer even weer terugvoeren, dat juist die bondgenoten, die allianties die met Amerika dus werken en de zogenaamde democratie herstellen, als ik Amerika zou zijn, Bush zou zijn, zou ik vragen aan de bondgenoten om de democratie in hun eigen land eerst te herstellen. Als een land als Saudi-Arabië, een Kuwait. En Kuwait, je weet dat het parlement was helemaal klaar toen dus het land bevrijd moest worden. Ja. Direct na de bevrijding is er zo'n grote slot op het parlement komen op te hangen. Er waar het parlement is nooit gefunctioneerd. Dus al die allianties en die emiraten waar men nu zetelt om die opdrachten te geven hoe de oorlogvoering moet plaatsvinden, zijn allemaal dictators. Dus je zit in een land waar dictators zitten, om dan de lakens uit te delen hoe een ander dictator eruit te wippen. Dus dit is een zaak die eigenlijk speelt. Gelet op de economische situatie van moslimlanden, dat is wel bekend, zeer slecht. Als we naar Pakistan kijken, aan Afghanistan, aan Iran, aan Irak, aan Irak en aan Jordanië, allemaal zijn economische problemen. En dan vallen we even terug. Een regering die zegt, ja, we gaan mee met die oorlog in de zin van dat wij het goedkeuren. Ja. Maar wat zegt het volk? Als er democratie is tenminste. Want 95% van die Pakistaners en de Iraniërs, die zijn tegen de oorlog. In Kuwait zelf, in de Emiraten, in Saudi-Arabië, waar geen woord gerept wordt. Je hoort niets wat de mensen van Saudi-Arabië vertellen. Wel van Egypte, waar daar heerst er een zekere mate van democratie. Daar zegt de regering, we stemmen toe. Want ze krijgen economische injecties van Amerika in miljarden. Maar het volk, 99% zegt nee, we zijn tegen die oorlog. Goed, maar meneer Pirkan, de besluitvorming om tot die oorlog te komen is op twee gronden genomen. Namelijk het beleid van de heer Saddam Hussein en de wapens, massavernietigingswapens. U heeft net gesteld, er zijn geen wapens gevonden. En de instructeurs, de onderzoekers hebben nog steeds niets gevonden. Maar het beleid van de heer Saddam Hussein onderdrukte zijn volk, zegt men. Wat is uw mening? Ik ga je zeggen, dat is geen enkel goed woord voor Saddam Hussein. Okay. Hij is een dictator geweest en je kan niet gaan goed bepraten dat de man goed werk heeft. De man heeft een deel van zijn volk overnietigd. Als we even kijken binnen de moslimgemeenschap zelfs in Irak, waar de tegenstellingen zijn. Het land is overwegend moslim, yeah, maar je hebt een Shia. Je hebt de Shiiten, de zogenaamde Shiiten, ja, en de Sunnis. Die zitten met elkaar overhoop. Vooral aan de grens van Iran heb je veel Shiiten. En een van de steden die dan eerst zijn aangevallen, daar zijn overwegend Shiiten.
En dan zie je bijvoorbeeld als de leger binnenstromen of binnenvallen, ja. Dan zie je een paar mensen met vlaggen en dergelijke. Die Amerikanen hadden dan toch verwacht dat de mensen in hordes met vlaggen en dergelijke deze mensen zouden verwelkomen. En dat is niet gebeurd. Als we was even kijken naar vrees, wat zei u? Was het misschien zeer zeker. Vrees? Er zal dus een zekere mate van vrees zijn, ja. Dat de mensen nog niet zeker waren, wordt Saddam Hussein omvergeworpen of niet. Maar om terug te komen op Saddam Hussein, ja. Deze man is geen mens geweest. En een dictator, dat hebben we ook in Suriname ook gekend. We hebben een stukje geschiedenis in Suriname. Niemand kan ons vertellen vanaf heden tot heden, tussen 80 en 87, hoeveel mensen zijn komen te ontvallen in dit land. Het is nooit duidelijkheid geweest. En die duidelijkheden in Amerika en in Irak zullen er ook niet komen. Want in Afghanistan hebben we ook niet gehoord. Is alleen maar even gissen. 10.000 mensen. De andere commentator zegt 13.000 mensen zijn omgekomen. Maar om de exacte cijfermateriaal te krijgen, zij niet krijgen. Saddam Hussein is een duivel geweest, in mijn ogen. Hij heeft duizenden mensen gewoon laten verdwijnen. Hij moest aan de macht blijven. U weet over de executies. Het is zeker niet goed te bepraten. Maar er zijn andere middelen om mensen dus te wippen van hun post of van de regering. Maar de mensen die dan gevlucht zijn uit Irak, bij wijze van praten. Ja. De mensen waarmee men gewerkt heeft. De mensen waar men wil proberen om straks een regering tot stand te brengen. In het zadel te helpen. Dat gaat niet werken, meneer Henk. U zult kijken, ik zie naar uw vraagstelling als het straks... daarover mag praten, dan zeer zeker. Zeker, geeft u de gelegenheid. Dank u wel, meneer Pierkan. Meneer Moengra, er zijn Suriname, er zijn protesten in de hele wereld geweest tegen die oorlog. Ja. Bij een aantal ook die voorstanders waren van die oorlog. Suriname heeft ook haar stem laten horen, zijn stem laten horen. Wat is uw mening omtrent de reactie van Suriname met betrekking tot de oorlog in Irak? Ja, ik dacht dat er twee soorten reacties zijn geweest. Eerst was een reactie waarbij Buitenlandse Zaken had verklaard dat men wacht op het CARICOM. Unaniem staat in het CARICOM-verband, ja. Ook al zou dat op zich juist zijn, het kan nooit terzijde zeggen dat je een eigen standpunt moet hebben. Ook al ga je naar een voetbalvereniging of je gaat naar een schoolvereniging, je moet een eigen mening hebben. En dan ga je kijken in hoeverre het confirmeert, aansluit op het CARICOM-standpunt. En dat je daar in die resolutie die daar wordt, die gezamenlijke communiqué, dat je jouw specifieke zaak, als je vindt dat dat erbij hoort, ook moet gezegd, dat je dat inbrengt. Maar anders kom je met de lege koffer zitten aan tafel. Maar ik was blij toen ik president Venetiaan een verklaring gaf, terug van zijn reis naar het oosten. En hij eigenlijk zijn verklaring duidelijk aansloot op wat wij hebben getekend bij ons lidmaatschap bij de VN. En daar hebben wij gezegd dat alle lidlanden zullen alle maatregelen treffen om oorlogen, ja, één te vermijden en twee, alleen een oorlog goed te keuren indien het onder de autoriteit, onder goedkeuring van het VN-gezag plaatsvindt. Zoals in Grenada is geweest en in Afghanistan, ter elfde ook een resolutie. En in alle andere gevallen verwerpen wij, op grond van VN-statuten, charterprincipes, verwerpen wij het gebruik van geweld. En als we dat principe vasthouden, dan hebben we geen andere keuze dan te zeggen wat president Venetiaan heeft gezegd, dat Suriname tegen die oorlog is in Irak. Eén oorlog op zich. Een modern, geen enkel zinnig mens kan vandaag zeggen, ik ben voor geweld, of het nou een individu is. Waarmee je ruzie hebt op straat of op school, of als het een land is, ja. Je kan niet, is een teken van zwakte, van onbeschaafdheid, om te resorten, om je toevlucht te zoeken tot geweld. Dus dat is een goede zaak, we verwerpen oorlog, heeft de president gezegd. En twee dingen heeft hij gezegd, we verwerpen een oorlog dat niet gesanctioneerd door de VN. Dus dat was een zeer correct standpunt. En eigenlijk een sterker standpunt dan Nederland zelf. Hè. Ook aan de heer Pierkan mening. De moslimgemeenschap heeft op het onafhankelijkheidsplein, dachten wij, 22 maart een indrukwekkende bijeenkomst gehouden. En waarbij ook de mening van die groep bekendgemaakt is. Ja, er zijn overwegend moslimgroeperingen geweest. Maar je moet ook niet vergeten dat de IRIS ook aanwezig is geweest en ze hebben meegedaan. Dat is de interreligieuze raad. Ja. En daar zitten ook christenen. Het is niet een sek
moslimbeweging geweest. Het is iets dat wij dus afkeuren als wij dus naar onze uitzendingen, peilingen houden van algemeen Surinamers, niet over, te praten over moslims, dan zien we duidelijk dat de Surinamer tegen die oorlog is, dat de Surinamer tegen die aanval is. Het is een soort van machtsvertoon geweest. Als wij even natrekken, de oorlog in 1991, de Golfoorlog, het materieel wat Irak allemaal had, het was tweemaal zo groot. Tweemaal zo groot. Ze hebben ongeveer de helft. En dat zijn verslagen van Newsweek en Time Magazine, wat ik aan je doorspeel. Ja, ja. En je vraagt jezelf af, op de wijze hoe de verslaggeving allemaal gebracht is. Het doet vreselijk veel pijn. Of je nu een moslim bent of geen moslim bent, is een andere zaak. De CNN-beelden, als we Al Jazeera even wegdenken, dan zie je het niet bijvoorbeeld waar een bom valt, waar een hoofd van een kind helemaal apart ligt van het lichaam. Dat heeft Al Jazeera wel gewezen. Je krijgt een demonstratie waarbij dus vreugde, ja, de mensen, de Koerden en de Shia's die dan in de hoek zijn gedreven in Irak, heb je een aantal mensen misschien op het plein gehad. Maar u moet niet vergeten dat Bagdad een stad is met 5 miljoen en meer mensen. En dus die 1.000-koppige mensen betekent eigenlijk niks. Dat is alleen maar propaganda. Het is een soort Rambo-achtige manier van verslaggeving geweest. He, op de wijze, je moet kijken, om de haverklap 10 minuten vliegtuigen opstijgen. En er is geen antwoord geweest. Ik vraag mijzelf af als mens of het geen testfield is geweest van deze grote mogendheden om hun oorlogsmateriaal een beetje uit te testen, hoe het werkt. Maar de protesten kwamen van alle kanten. Mm-hmm. We willen de mevrouw in beeld brengen, die ook in deze afgelopen dagen haar misnoegen of haar ontevredenheid heeft betuigd met betrekking tot de oorlog in Irak. De mevrouw werd meegenomen omdat ze geen toe voor een vergunning beschikte. Hoe is dit bij de moslimgemeenschap overgekomen, het protest van die mevrouw? Nou, zeer positief moet ik zeggen. Ik heb haar in mijn uitzending ook gehad. En ze heeft verteld waarom. Ze heeft nooit aan iemand anders gevraagd. Dat was haar idee, dat was haar protest, het systeem van protesteren. En ik dacht toch wel dat een persoon gewoon op straat zijn mening mag uit en zeggen hoe ze erover denkt. En dat de politie haar wegleidt. Ik geloof toch niet dat ze iets heeft gedaan daar aan de Dr. Sophie Redmondstraat. Dat er genoeg reden genoeg was geweest om haar af te voeren. Meneer Moongra, het standpunt, meneer Pierkan heeft net de protesten laten merken. Wat is uw visie met betrekking tot de toekomst van Irak? De heer Jay Garner is aangesteld door de Amerikaanse regering. Om als zaakwaarnemer of zaakgelastigde, als we het zo mogen uitdrukken, de zaken over te nemen. Hoe ziet u deze ontwikkeling? Ja, dus ik denk, voordat ik inga op de kwestie van meneer Jay Gardner, vis-à-vis de rol die de VN zou moeten gaan spelen, is het goed om voor de duidelijkheid aan te geven dat eigenlijk de meeste landen in de wereld ook erover verklaren dat we blij zijn dat we een dictator, een absolute dictator, kwijt zijn. Ja, we hebben van Hitler tot noem maar op, al die geweldige Stalin, Mussolini noem maar op, dus dat is een goede zaak geweest. Wat wij afkeuren is de wijze waarop. Ja, wanneer de VN zegt... Meneer Blair heeft 12 jaar de tijd gegund aan meneer Saddam. Ja, maar wanneer de VN zegt, een land vertrapt mensenrechten, een land pleegt genocide en zij luistert niet aan de oproepen om het getij te keren, om mensenrechten te respecteren, dan is het diezelfde VN die dan geweld gaat gebruiken en sanctioneren. In dat geval zijn we voorstander, dat zijn we geweest in de Golfoorlog en in Haiti, toen die dictator daar, het is iets genuanceerder, het is niet dat we zonder meer tegen zijn, maar als uiterste middel, als al het andere niet meer werkt, liever niet. Een tweede zaak is dat meneer Pierre kan even heel interessante opmerking, maar namelijk dat eigenlijk, we kijken allemaal naar Saddam, maar democratie zoals we die hier kunnen, hè, dat wij vrij kunnen praten, we kunnen kritiek leveren op iedereen. Wij zijn een uniek land. Hè? We onderschatten het niet, maar zoals de filosofen zeggen, niet het simpele bezit van de geest, maar het vrije gebruik ervan. Dat is belangrijk. En een volk dat staat aan de Universiteit van Amsterdam, staat er een plakkaat.
toen bij de Duitse bezetting, toen direct na, daar staat een volk dat zijn eigen waardigheid en zelfrespect verliest, zijn vrijheden verliest, die verliest niet alleen zijn haven en goed, maar dan dooft het licht. We moeten goed dit soort waarden, democratie en vrijheden, en die zijn teruggebracht bij het Iraakse volk. Maar terecht heeft de heer Pirkan opgemerkt, al die sultanaten in het Midden-Oosten, die kennen geen democratie. Hè. Democratie is in één regel, one man, one vote. En geheime verkiezing. Cuba kent dat niet. Toen ik in Havana was, heb ik een lezing gehouden voor de diplomaten van Buitenlandse Zaken. En we zeggen, nou, all the difference, het enige verschil tussen u en Suriname is, wij kennen één ding. Dat one man, one vote. We kunnen de regering wegjagen zodra we vinden die ons niet zin, dat er een verandering moet komen. Ja. Of dat zij machtsdronken worden of whatever. En dat doen wij via één systeem dat we noemen één man, één vrouw, één stem en geheime verkiezingen. Niemand wordt geïntimideerd en bedreigd in zijn dorp of in zijn straat, want ik weet hoe je hebt gestemd. Ook niet na de verkiezing. Was u niet bang aangehouden te worden in Cuba, want u bent ver gegaan? Nee, maar het waren diplomaten. Diplomaten. En het is ook hoe je het brengt, diplomatie. Toch? Je kan iemand, terwijl je hem een schop geeft, kan je zijn kraag voor hem regelen. Dat is diplomatie. Je hoeft niet te doen. En is een heel belangrijk verschil, want ik denk dat in het Midden-Oosten die burgers, die gaan zien wat daar gebeurt. Ze zien die nieuwe vrijheden en het gaat invloed houden. Want daar hebben we oligarchieën, wat men noemt, families regeren. In feite, als je het extreem theoretisch zou voeren, er is geen principieel verschil tussen wat gebeurt in die landen en vele landen in de wereld, ook democratieën. Allemaal zien we, maken we gebruik, min of meer, van die macht om eigen familie, eigen partijmensen, eigen mensen, eigen bedrijven, eigen partijfinancierers te regelen. Ja, maar wanneer het beperkt wordt tot een te kleine groep, dat zeggen economen, dat is geen moderne economische groei. Economische groei is wanneer die grote bedrijven, of het nou staatsolie of Suralco, wanneer het hele volk van profijt heeft en niet een kleine groep. En dat is dus een belangrijke beweging dat daar ontstaat. Maar meneer, kan u in dit opzicht even ik wil toch even inhaken. Zeker. Ten aanzien van die zogenaamde democratie. Het is een soort van survival. Hè. Hoe kom je als groot land, als een machtig land, door de andere landen heen? Hoe kan je macht exploiteren? Als we even kijken in de geschiedenis. Osama Bin Laden wordt gezocht, wordt een heel land plat gebombardeerd. U kent dat geval van Tora Bora, tot heden hebben ze die man niet kunnen trezen. Maar dezezelfde Osama Bin Laden heeft in het Pentagon rondgelopen toen hij tegen die Russen vocht. Dezezelfde man. Dan wil ik het even terugbrengen, dat is Saddam Hussein, bekend is geweest als een dictator, dat is hij 25 jaar, en hij heeft 20 jaren terug mensen geëxecuteerd. Heeft Amerika wapens en alles geleverd om oorlog te voeren tegen Irak, tegen Iran. Iran. Dus dat zijn allemaal zaken, dus het was niet in hun vaarwater nu. Ze hebben 12 jaar geblunderd, kan je zeggen, om iets waar te maken. En dan proberen ze plotseling als ze wakker worden en hun ogen wrijven om te zeggen, nee, het is niet gedaan, het is niet mijn fout. Dus die man helemaal kapot bombarderen met geleide projectielen. Als we even nagaan, dat een verslaggever uit Nederland zegt, wat ik in Bosnië en heb meegemaakt, wat er in een week tijd naar beneden kwam aan bommen, gebeurde dat per avond in Bagdad. En de Amerikanen hebben gisteren vrijgegeven dat ze 16.000 geleide projectielen en bommen hebben laten vallen. En dan praten we over duizenden mensen die in hospitalen vandaag liggen. Als wij de POI's kijken, die mensen zijn goed behandeld, zijn helemaal frisjes te zien. He? Met goede kleding. Ze zijn bevrijd geworden. Wat? Ze zijn aangewezen waar ze zaten. Mensen worden meegenomen, gezond en al. Men heeft naar zaken van Genève ook gehandeld. Men heeft niets kunnen vinden. En dan gaat men nog over praten over democratie. Wat voor soort democratie? De man is niet meer in je vaarwater. De man wil niet meer meewerken aan bepaalde zaken. Ik wil die man helemaal niet goed bepraten over wat Saddam Hussein aangaat. Maar wat ik nu inzie, moest Amerika toch 20 jaar terug hebben ingezien. Zo. Daarover gaat het. We gaan even terug naar meneer Mungra. Jay Gardner. Meneer Jay Gardner, die is dus een generaal. Die wordt aangesteld als een politieke administrateur. Maar ofschoon het Genève-verdrag zegt dat de occupier, de persoon die een land
veroverd, ja, de primaire verantwoordelijkheid heeft te zorgen dat er geen chaos, dat geen vrouwen en kinderen worden vermoord of vrouwen worden verkracht, dat alle winkels worden beroofd, hebben ze de eerste verantwoordelijkheid. Maar dat moet blijven tot die eerste, het moment waarop de overwinnaar zich proclameert, kan profileren als overwinnaar, de oorlog is geëindigd, moet hij dat gezag, dat administratieve gezag, teruggeven aan de VN. Anders ondermijnt hij het wereldgezag van de VN. En hij moet ook militair zich terugtrekken. Ook de VN heeft een militaire organisatie bestaande uit militairen van de verschillende, de Blue Helms. Ja. En die moeten dan worden ingezet. Nogmaals, waarom? Niet omdat ze een blauwe helm hebben, maar omdat ze neutrale figuren zijn. Ze nemen neutrale opdrachten van de VN. Ze gaan niet een partij kiezen voor de Shiite of voor de Koerd, etc. Ze hebben een specifieke opdracht. En een administratie onder bewind van de VN gaat ook niet kiezen voor Amerikaans gezind of die gezind of Duitslands gezind. Dat wordt een administratie waarbij het volk zich gaat uitspreken wat voor soort, via verkiezing, wat voor soort, door wie zij geleid wil worden. En dat kan corrigeren en dat is democratie. De VN, wat wij verstaan, wat ik verstaan democratie is, democratische waarden, ja, rechten en vrijheden van de vrouw. Ja. 4000 jaar was het zo dat een vrouw pas zijn mond mocht open doen wanneer een man vraagt naar haar mening. Dat is afgelopen. Het probleem is met men, zeggen men in de VN. En dat geldt voor andere vrijheden. Dat we zo vrij kunnen praten, dat kan in vele landen niet. Dat is democratie. Wat we doen, niet wie we politiek aanhangen of niet. Democratische fundamentele rechten en vrijheden, onderschat u dat niet. Van mensen, dat is op de eminent top in belang, vele landen van eminent belang. En dat moeten we waarborgen, dat moeten we garanderen. Maar ik vind de keuze van Jay Gardner een foute zaak. Want het staat haaks op de oproep van Kofi Annan, secretaris-generaal van de VN, dat de United Nations de zaak nu graag wil overnemen op basis van twee voorwaarden. Er komen verkiezingen en de resources, de economische rijkdommen, moeten aan het volk van Irak ten goede komen. Anders speelt de VN niet mee. Ja, niet aan de Amerikanen, niet aan niemand. En als ik Amerika was, zou ik wijs aan doen om zo snel mogelijk militair weg te gaan, ook administratief de zaak over te dragen aan de VN, ook weg te gaan. Anders loop je het risico dat men zegt, je bent kolonisator, je herkoloniseert, je bent occupier, een vrede occupier, en je bent uit op die olie. Het is geen war against terrorism, then it's a war for oil. Right. Dus haal je politiek snel terug, je verliest het alleen maar daardoor. Dus de keuze is fout, er moet zo snel mogelijk, ze zeggen het is bedoeld om de eerste militair heb ik alleen maar verstand van Uzi, niet van how to run a government. Ja. Daarom is die man daar naartoe gaan. Ja, maar laat het dan zo kort mogelijk zijn, zou ik de Amerikanen willen adviseren. Geef de zaak terug aan VN. Breng het gezag van de VN terug. We cannot do without the VN. Ja. Mening deelt u ook, meneer Pierkan? Zeer zeker, ik wil toch even inhaken. Dan gaan we terug naar 11 september 2001. Wat allemaal daar gebeurd is. We hebben gezien hoe mensen dus de Al-Qaeda-groeperingen en units proberen te achterhalen, waar ze zijn, misschien zeer terecht. Ja. Maar de uitspraak van de Amerikaanse president, wie niet met ons is, is met hun, is een uitspraak die nergens op slaat eigenlijk. Hè. Je plaatst je mensen die neutraal willen zijn of wat dan ook, ergens in een kamp. En dan krijg je zaken die helemaal scheef komen te liggen. Hè. We praten over een soort van herstel van de democratie in Irak. Het is een zaak die vreselijk veel problemen gaat opleveren. U weet dat Irak 25 jaar geen democratie heeft gekend. Ze hebben een structuur gekend, een infrastructuur die je zeer zeker moest waarderen met zoveel sancties die Irak heeft gehad. Gelet op hun volksgezondheid en alles wat er is. Ze hebben dus die zaak eigenlijk goed begeleid naar hun inziens. Dan kijken wij dus naar een democratie. En democratie is niet van de ene dag op de andere dag. Het is geen belegd broodje. Dat je morgen aan zekere meneer Gardner gaat plaatsen en hij gaat aanwijzen dat jij de regering gaat uitmaken en een democratische regering. Dat moet weer gaan aangroeien. En ik vind toch wel dat de mensen van de Baath-partij, ik geloof niet toch wel dat alle mensen achter Saddam Hussein stonden, maar zijn mensen die capabel genoeg zijn om structuren in te bouwen, om te kijken wat allemaal daar gebeurd is. Historische, men zegt dat de beschaving van de mensheid is begonnen in Irak. En vandaag is die
diezelfde plaats waarbij dus historische gebouwen en alles helemaal plat is gebombardeerd. Waarbij mensen geroofd hebben, mensen hebben geplunderd. Men sprak van een chaos, een chaotische toestand. Amerikanen hebben ook luikend deze zaken toegestaan om dan later als een soort engel te komen om te zeggen nee, we gaan het niet meer toelaten, dus ik ben er om uw zaak te verdedigen. Dus daarop komt het, die chaotische toestand wordt in de hand eerst gewerkt om later dan alles op gereel te krijgen. Dit vind ik, en om terug te komen op die democratische stelsel, ik zie toch niet dat meneer Gardner erin gaat slagen. Er is maar één oplossing, vandaag in Irak is de eerste keer reeds dat men geprotesteerd heeft massaal tegen aanwezigheid van de Amerikanen. En als die Amerikanen snugger genoeg zijn, als ze niet naar die olie te veel kijken, dat ze zo snel mogelijk uit het land moeten verdwijnen, om dan die hele Midden-Oosten eigenlijk neemt in troebel water. Ik dacht dat de heer Bush de garantie gegeven heeft dat de VN zal worden ingeschakeld. Ja, aansluitend mensen, hierop wil ik nog even geven, men staart zich blind op een Irak en Iran en nu praat men over Syrië, maar waar die bottleneck in zit, daarover wil men niet praten. Amerika wil dat jij koet to koet gehoorzaamt aan zaken, maar een klein broertje dat niets betekent in het Midden-Oosten, Israël, mag alles doen. En als die zaak van het Midden-Oosten niet is opgelost, krijgen we nooit Al-Qaeda uit deze wereld. Dat is uw opvatting. Dat is mijn opvatting. Ik denk het is goed dat dit naar voren komt. Ja, we naderen zo'n beetje het eind. Ja, Kofi Annan zegt ook, we moeten het gaan naar de root cause van conflicten. Waardoor ontstaat internationaal terrorisme? Dat is dat omdat het Palestina-vraagstuk wordt opgelost. En nu zal het bestreden moeten worden. Ja, omdat het vraagstuk van Cyprus-Turkije niet wordt opgelost, ontstaat het internationaal terrorisme. Omdat andere conflicthaarden zoals Kashmir-vraagstuk niet wordt opgelost. Omdat het religieuze vraagstuk in Iran niet wordt opgelost. Dus hij zegt, we moeten, zegt de VN, we moeten naar die root cause, naar de grondoorzaken kijken en niet alleen maar oppervlakkig. En ik denk dat ik ben begonnen te zeggen, er is een gevaarlijke situatie aan het ontwikkelen. Omdat onze vriendin, mevrouw Condoleezza Rice, moet u niet onderschatten, een briljante dame, maar ze heeft een stuk geschreven in september 2002 als lid van de Veiligheidsraad van Bush. En ze heeft daar iets nieuws gelanceerd, namelijk preventieve zelfdefensie of nationale overleving. En wat is dat ding? Hoe moet ik het vergelijken met Suriname? Stel je voor, ik was laatst bij een begrafenis bijvoorbeeld en een vrouw was overleden. En die mensen zeggen, ja, we zijn zoveel keer naar de politie geweest. Ja. We hebben gezegd, die ex-man bedreigt die vrouw met pistool, met kapmes, hij gaat die vrouw vermoorden. Maar de politie zegt, ik kan niet preventief die man opsluiten. Hij moet eerst die daad verrichten volgens strafrecht. En dat zeggen we aan Amerika. Ja. Condoleezza Rice zegt nee. Zij lanceert het Bush concept en zeggen nee, ik ga niet wachten. Ik strijk first. In het begin. Ja, ja maar de internationale rechtsorde laat dat niet toe. De VN kent geen wet die preventieve, eigenlijk dat je al je potentiële vijanden begint uit te roeien. Dat is Machiavelli, dat kan je niet maken. Nee. We kennen dat niet. Zoals je in Suriname, je kan zeggen, ja meneer beambte, maar die boef staat al op mijn erf. Hij komt op het balkon, ja maar die auto is kapot, ik heb nog geen vervoer. Ja. En als die man binnenkomt en je schiet hem dood, ben je een probleem. Ga jij de bak in? Ja, je gaat, maar die man heeft nog niks gedaan. Ja. Ik heb nog niet bewezen. Dus dit concept van preventieve self-defense is in strijd met VN-bepalingen. En we moeten proberen die Amerikanen terug te brengen om te zeggen, omdat de charter, de statuten van de VN staat duidelijk, in artikel 2 lid 4, all members shall refrain in their international relations from the threat or the use of force against the integrity and the political independence of any state. Dus we mogen geen geweld gebruiken, pas als er een absolute dreiging is, pas als je wordt aangevallen, dat zegt groep artikel 28 van de Veiligheidsraad, die zegt, except wanneer iemand je gewapend aanvalt. Dus als Guyana gewapend Suriname aanvalt, hoeven we niet eerst te gaan melden bij de security. We mogen als verdediger direct, maar daarna moet je dan binnen 24 uur wel dat aangeven. Toch? En dat is het probleem. Het is goed dat we geven dat twee opvattingen botsen. Ja, het principe van die superintelligente mevrouw Ries, die wijst, ik noem je nogmaals het voorbeeld dat, want toen ik bij die begrafenis zei, de meeste van mij is hier,
Zoveel keer is ze geweest naar de politie, ze hebben niet opgetreden en nu is die vrouw dood. Ja, preventieve self-defense. Maar de wetgeving van Suriname kent het niet, die van de VN niet. Dus secretaris-generaal Annan zegt, we moeten daarover gaan nadenken. Want in Rwanda worden 500.000 Afrikanen vermoord en we zeggen territoriale integriteit. En we laten ze maar doodgaan en we bloeden. Bosnië worden moslim massaal vermoord door Serviërs en we zeggen ja, maar territoriale integriteit. En gelukkig zei de NATO, nee, mijn schoen, ik ga en ik verdedig, want dit kan ik niet over me laten. We gaan afsluiten, maar we sluiten af met het volgende. Engeland heeft aan zijn burgers te kennen gegeven dat Suriname een veilig land is voor toeristen. Suriname kent geen religieuze fanatisme en terrorisme. Zijn wij niet het visitekaartje van de wereld? Eerst aan meneer Pierkan. Hoe komt dit bij u over? Zeer zeker. Men praat duidelijk. De moslim, de hindu, de Chinees, de Japaner. Als we even nagaan dat aan de Keizerstraat staat onze hoofdmoskee. Ja. En vlak daarna staat er een synagoge. Zo, ongelooflijk. De New York Times in Puerto Rico, in Hamburg, in Zwitserland, in Genève hebben de voorpagina's van grote kranten gehaald, hoe het moet zijn in de wereld. En bekeken nu in het context wat er op de wereld gebeurt, dat na de Tweede Wereldoorlog grote leiders nooit zo ver uit elkaar hebben gelegen als nu. Dat wil zeggen, er zijn vraagtekens die beantwoord moeten worden. Dat er Engelsen hier veilig kunnen komen, ik dacht ook Amerikanen, ook Arabieren, ook Irakezen. Iedereen. Iedereen is vrij naar Suriname binnen te komen. We zijn een vredelievend volk, kan je zeggen. En waarom niet? Dus we zijn een voorbeeld in de wereld, moeten zeggen, zonder meer. Visitekaartje. En dan moet nou, ik denk, als we zeggen na 2500 jaar geschiedenis van oorlog en conflicten, dan zien we dat eigenlijk allemaal zijn terug te brengen door die zogenaamde, wat ik noem, aanstekersleiders, politieke leiders. No. Dat zijn emotionele politieke leiders die uit zijn op wraakneming. En zoveel maar aansteken te gebruiken en er is een staking, er is een vuur, er is een politieke brandhaard. Dan heb je de intolerante leiders, de mensen die de macht niet willen delen. Dan heb je de arrogante, machtsdronken leiders. Dan heb je de fascistische leiders, die eigenlijk intimideren en met geweld proberen een zaak te doen. Dan heb je de religieuze fanatieke leiders. De etnische leiders, die wanneer het hun in een kraam te pas komt, die aansteker aanmaakt en hij zegt, het is die Arustan, het is die Javaanse groep of die groep, ja, te pas en onpas gebruiken. En we moeten proberen dat leiders steeds meer minder macht krijgen. Ook in een democratie. De bevolking moet een systeem uitdekken dat ze binnen die 5 jaar elke dag die politieke macht moet terugbrengen naar haar. En verminderen via de wetten, via pressiegroepen, via noem maar op, de media. We moeten politici niet meer zoveel macht geven. Ja, dat is de enige oplossing. Want ze misbruiken het, ze maken die aansteker alles in hun paste kraam. Er is een Italiaan, professor Bianchi, heeft een boek geschreven. Hij is adviseur voor het Midden-Oosten van Annan. En dat heet All You Need Is An Enemy. Dus zodra het niet goed gaat en je faalt, je bent een gemeenschappelijke fan en je vergeet alles. Dus we moeten een systeem politiek denken dat we die macht die je geeft aan politieke leiders zo snel mogelijk terugnemen. Je moet ze zwaar controleren en onder druk zetten en weinig ruimte. Anders ontstaat er corruptie, ontstaat er machtsmisbruik, noem maar op. En dat gaat de oplossing zijn, uiteindelijk denk ik. Geachte kijkers, we hebben weinig of niets meer hier aan toe te voegen. Wij danken de heer Pierkan en de heer Moongra voor hun voortreffelijke medewerking aan dit vraaggesprek. Wij weten nu veel meer omtrent de ontwikkelingen in het Verre Oosten en in de Arabische wereld. Wij zeggen ook aan u dank voor uw aandacht. Zeggen tot de volgende keer. Dat was To The Point. En zo hebt u kunnen kijken en hebt u kunnen luisteren naar een interview uit het jaar 2003, die destijds opgenomen is geworden en uitgezonden is geworden via radio en televisie Apinti in hun uitzending To The Point. En wij zeggen bij deze dank aan de directie van Radio en TV Apinti voor het mogen gebruiken van hun archiefmateriaal vandaag in Rashid Pierkan's Kalajorkel. Wat u hebt gezien is dat men een interview heeft genomen van de heer Rashid Pierkan en de heer Subhas Moongra. En het is uit 2003 en een ronde periode van de invasie van het land Irak.